Yo, kijkers, check snel. Mijn naam is Wessel. Vandaag ben ik terug. FIFA 18 is uit. NAC Carré Mode ga ik starten. We gaan gewoon meteen beginnen. FIFA 18 is vannacht om 12 uur op mijn beeldscherm gekomen. Op deze PlayStation. Die ik nu dus heb. En ik kan soms een beetje daarin kijken. Dan komt dat aan mijn cam staan. En ik ben helemaal nieuw. Nieuwe PlayStation, nieuwe TV. Allemaal nieuw. Ja, nieuwe TV niet. Nieuwe PlayStation ook niet. Maar allemaal staat op mijn kamer dit keer. Ron heeft zijn eigen, dus er komen veel meer video's online. Ik ga een NAC Carré Mode doen. Ik heb al een paar dingen gedaan, want ik ga het aan jullie laten zien. Dit is het eerste team, die heb ik gewoon klaargezet. Gewoon zoals het in echt ook is, alleen korter en of. Paulo Fernandez, moet ik even kijken of Paulo, weet ik hoe het uitspreekt. En ik heb een tweede team gemaakt, dat is dit. Achjepong, Ene Volts, Fernandez, Snapvangers, Nijholt, Stans, Vliet, Mets, Meijer, Sporksley en Noppert. Ja, dat is het team. Ik ga veel met jeugd werken, mijn doelstelling van deze creemode is, ik ga af en toe wel een speler kopen, maar niet overdrijven. Ik ga gewoon beginnen met de eigen jeugd. We gaan meer geld investeren in de jeugd, want we gaan ook jeugdstaf doen. Maar nu ook niet te doen, pas als we iets meer geld hebben. Gaan we jeugdstaf doen, want ik wil net als NAC echt gewoon eerst dit jaar nog City doen. Volgend jaar nog een paar spelers van City huren misschien of kopen. En daarna willen we gewoon vol een bak eigen jeugd, eigen spelers, dat NAC gewoon weer een team is. Dus dat gaat worden. We gaan eerst hier nog even kijken. Onze visie en verwachtingen. Daar gaan we even naar kijken. Oranje Beker halen kwartfinale. Dat wordt lastig. Binnen twee seizoenen in Eredivisie eindigen halverwege de ranglijst. Moet te doen zijn. Eredivisie eindigen in de bovenste helft van de competitie. Huidige positie 9. Dat vind ik een rare dat we 9 moeten staan. Deze dingen. Het zal wel. Of het is sowieso voor twee seizoenen. Ja, we zien wel. Contracteer 1 speler in jeugdafdeling op positie aanvaller. Dat zal vast goed komen. Naast bekendheid. Nou, FIFA, als je NAC kent, dan weet je dat het sowieso gaat lukken. Ik heb al 5 of 6 jaar heb ik al seizoenskaart van NAC. Ik ben ook supporter van NAC. Ik ga ook uitwedstrijden af en toe. En het is gewoon heel leuk. En vandaar dat ik deze NAC carrière mode doen en geen andere carrière mode. Ik ben gewoon van NAC. En ik weet er ook best veel van. Dus vandaar. We gaan eerst de training al instellen. De training. Huppa zo. We gaan Sprangers. Ik ga de City spelers. Ik weet al, sommige City spelers zijn niet verhuurd. Op FIFA dan, zoals Embro, die zit gewoon bij NAC op FIFA en die blijft ook bij NAC op FIFA. Maar die ga ik verkopen na 2 seizoenen, want ik wil eigen jeugd de kans geven. Kijk, Garcia is wel gehuurd, Fernandes niet. Maar ik wil bijvoorbeeld zo Marijnis trainen. Ik weet dat hij niet zo'n pijltje omhoog heeft. Maar ja, ik vind het leuker om eigen jeugdspelers die gewoon op FIFA zitten. Zoals bijvoorbeeld Noppert, Vliet, Karel Metz, Meijers, dat soort mensen zeg maar gewoon te trainen. Dat vind ik persoonlijk leuker. Dus we gaan nu naar Snapvangers. En die gaan we trainen, want die kan ook redelijk hoog worden, had ik gezien. Ik denk dat we Noppert ook gaan trainen. Andries Noppert. In het echte heeft hij de eerste 4 wedstrijden niet zo heel goed gekiept. Ze hebben nu, of eerst een paar wedstrijden niet zo heel goed gekiept. Daardoor hebben we nu Brigitti. Die heeft geen balklem. Maar in de wedstrijd tegen Feyenoord was hij toch uitstekend gespeeld. En ik denk dat we Meijers gaan doen. Of Vliet. Van Vliet is maar wisselingsachter. En die wil ik zo snel mogelijk als hoog hebben. Hoog hebben bedoel ik, sorry. Zo, dit zijn de trainingen. Zodra Noppert 65 is. Nee, we laten het even zo en we zien vanzelf wel. Want mijn wisselingsachter vind ik belangrijker dan een vierde centraal achter. Niemand gaat omhoog, Sprangers gaat wel aanvallende positie omhoog. Dus ja, we gaan. Ik heb eigenlijk niet echt een speler nodig. Dus ik laat jullie achter de laatste spelers, achter de laatste wedstrijd die realistisch zijn voor NAC, leuk zijn voor NAC. Ik ga in deze aflevering ga ik misschien nog niemand halen, dan moet ik nog even kijken. Maar ik denk het niet, want we hebben in principe al een uitstekend team om mee te beginnen. En ik zie ook niet echt, ik weet ook niet echt de speler die ik zou kunnen halen. Kijk, we hebben een heel jong team. Misschien is het leuk om een Jordi Buijs te halen, terug aan de NAC of een Case Likes. Of noem maar op. Maar we hebben bijvoorbeeld ook nog gewoon Stans, die 27 jaar is op de bank. We hebben Matje, 24 jaar. We hebben Ene Volse, die is ook 27, of 29, Nijholt. Dus we hebben op zich wel wat oudere spelers. Alleen, ik dacht misschien echt een bonk op middenveld, 71 rating zoiets. Ik doe mijn pet af, want het zit niet helemaal waar. 71 rating, middenveld of zo, die wat ouder is, die gewoon meteen team kan dragen. De aanvoerdersband, die blijft dit seizoen bij Mari. Ik wil hem volgend seizoen bij of El Alucci of Verschuren gaan doen. Want El Alucci speelt al best lang bij NAC en ik vind het gewoon een hele goede. Ik vind hem heel een rustige speler op het veld. Gewoon, hij kan naar voetballen, dus dat vind ik wel leuk. We gaan meteen verder. Stop simulatie. Oké, stoppen zei ik, ja, prima. We gaan meteen trainingen weer doen.
We krijgen een inlijnaanbod. FC Helsingør wil Bodie Brusselers lenen. Dat is een goeie. Zullen we het doen? Ik denk het wel. Aangezien we hem niet trainen. Hij is een heel groot talent, ik weet het. Of groot talent algemeen, maar het echt is wel redelijk. We gaan het doen, accepteren. Veel succes bij Helsingør. Ik heb het gedaan, hij moet zelf ook nog accepteren. Maar hij krijgt die speeltijd, bij ons krijgt hij geen speeltijd, want hij is niet goed genoeg. Dus het is natuurlijk heel leuk. Het is ook helemaal anders FIFA 18. Rone gaat Everton en Karim, Paris Saint Germain en Karim komt samen. Spangers is trouwens 61, super nice. Vliet gaat ook veel omhoog. Maar net geen rating. Prima. Jongens, ik weet het. Ik weet niet hoe hoog die is. We gaan hem scouten. Ik ga hem niet toevoegen aan verlanglijst. Ik ga hem in ieder geval wel scouten. Want als hij... Ik denk het niet. Ik denk dat hij te laag is. Maar ik weet het natuurlijk nooit. Want ik heb hem niet echt gevolgd in zijn jaren bij... Zonder ietsje. Ik kan niet uitspreken. We kunnen nog even verder kijken voor een ervaren routinier die bij ons een team kan. Tindalli onlangs overgekomen. Dus dat gaat hem niet worden. En voor de rest denk ik het niet. Dus ik denk dat we het daar even bij laten. We gaan kijken hoe hoog die is. En ik ga natuurlijk, dat ga ik wel doen, een wereldtransfernetwerk. We gaan deze. Die gaan we in Nederland sturen. Ja. En dan gaan we daar gewoon spelers vandaan halen. Deze gaan we naar. We gaan gewoon in een heel raar, onbekend land, denk ik. Dat is gewoon het leukst. Bijvoorbeeld hier in Saudi-Arabië of zo. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan niet gek doen. We gaan even kijken hoor, jongens. Ik wil even de tijd nemen. België gaan we eerst sowieso doen, want daar komt Vreven vandaan. De trainer natuurlijk. En heel veel spelers van NAC komen uit België. Engeland. Ik denk dat ik ook in Engeland ga doen. Want we hebben ook veel City-spelers. Dus het is ook leuk om Engelse spelers bij te hebben. En deze Case Life zit erbij. Prima. Dit moet geen scout. Ja, breng hem er naartoe. Nieuwe instructie toevoegen. Leeftijd. Ik wil alles onder de 24. Ja, zo. Huppakee. Prima. Dat was het. Dan gaan we naar kantoor, want we hebben een bericht. Dat is voor de scout die onderweg is. Jongens, ik ben hier nu bij de jeugd, de scouts inhuren. Luc Vos, Nederlands, 3-sterren ervaring, 3-sterren beoordeling. Bij, ja, 4,5 ton. Wij gaan die inhuren. En we gaan meteen sturen naar Nederland. En dan doen we gewoon 3 maanden. En dan doen we type... Ik denk dat we deze gaan doen, fysiek sterk. Gewoon 6-3 maanden gaan we gewoon fysiek sterke spelers. Die gewoon mee kunnen in de Eredivisie, want we hebben heel veel jonkies. Het zijn ook jonkies, dat weet ik. Maar we hebben heel veel jonkies die niet zo sterk zijn, zoals Manu Garcia en zo. Niet echt mensen hebben kracht. Ja, Mari en Koch. Maar dat was het ook alweer. Hij vloedt nog wel een beetje. Dus we hebben echt... dat is nodig. De wedstrijd tegen Luzern komt eraan. Ik ga de pre-season ga ik gewoon simuleren, net als normaal. Ik wou misschien gaan spelen. Maar ik denk dat ik die gewoon ga zien. Ja, trouwens. Ik ga deze spelen. Want voor mij is het belangrijk dat ik gewoon goed in de pre-season zit. En dat ik gewoon genoeg geld binnenhaal. Wereldklasse 4 minuten. Ik ga wereldklasse spelen. Eerste wedstrijd. Dit is de opstelling. Let's go. Oké, jongens. De eerste wedstrijd van FIFA 18 voor mij. NAC Breda tegen FC Luzern in het Radverlegstadion. Nee, het is European International Cup. In de Molten Road. Ja, jongens. Dit wordt de eerste wedstrijd. Ik zie daar wat NAC spelers. We staan klaar. We willen deze wedstrijd winnen. We willen het geld binnenhalen om snel ook aan de jeugd te investeren. Laten we beginnen. Oh, hier is Jong Il Ran. Die geeft hem voor. Prima, rustig uitverdedigen. Misschien kunnen we counter zetten, want ik speel ook op de counter. Ambrose. Je hebt het sneller, jong. Kom op. We kunnen hem nog hebben. Gewoon blijven jagen. Nee, jammer. Goed doorgejaagd. Oh, Luzern hier met de 1-0, ja. We staan 1-0 achter. Heel slecht verdedigd voor mij. Ik had het niet aan zien komen. En ja, Jong Lee Guen, of weet ik hoe het uitspreekt, die scoort. Wereldklasses, wennen. Het is wennen, lastig. Ik ga het natuurlijk niet wegdoen. Ik ga het niet terug naar het professioneel. Want ik blijf wereldklasse. Het is misschien een tegenstander waar we gelijk tegenop kunnen. En als we ervan verliezen, is het niet zo'n heel erg ramp. Nou, we willen gewoon winnen. In de Eredivisie gaan we het nog zwaar krijgen als het zo doorgaat. We komen niet tot kansen. Ik moet toch iets verzinnen. Ik moet nog tactieken instellen. Dat doe ik in de volgende aflevering. Ga ik alle tactieken met jullie instellen. Jullie kunnen tactiek hier achterlaten voor ons NAC. En dan ga ik dat gewoon doen. Manu Garcia. Hier is Embro. Schiet maar. Die schiet net naast. Jammer. Een grote kans. We kunnen al wisselen. Doen natuurlijk nog niet. Embro is bijna met de 1-1. Jammer. Een grote kans. In ieder geval hebben we een kans gecreëerd. Dus daar ben ik tevreden mee.
Ambrose, prima weggedraaid. Ambrose afmaken. What the fuck? Ik deed low driven. Ik klikte waarschijnlijk gewoon verkeerd. Tweede grote kans van Ambrose. Ja, slecht schot voor mij. Jammer. Als ze zo blijven doorgaan en de kansen blijven komen, dan kan het wel goed komen. Oké, het is rust. We hebben twee grote kansen gehad. We hebben één kans gehad. Die zit meteen. Dus het gaat wel gelijk op. Alleen, wij moeten meer goals proberen af te maken. Ik ga wisselen. Want het is toch een pre-season tournament. We kunnen zoveel missen als we willen wisselen. Dus ik ga Fernandes erin brengen. Dan gaan we Garcia eruit halen. Met pijn en moeite. Dan gaan we Sprangers erin zetten voor. En nee, dat laten we nog even. Twee wissels in het begin van de tweede helft. Want het is pre-season tournament. Dus nu kunnen we nog alle spelers gaan testen. En dat ga ik ook doen. Ik ga iedereen de kans geven. En de spelers die goed bij mij spelen, die krijgen de kans. En hier is 8 punt versnellen. Dat was niet slim van mij. Ambrose die weg. Meegeven aan Lucci. El Lucci afmaken. Dat doet hij. 1-1. Prima aan de kruising. El Lucci. Onze, of El Lucci. Ja, ik weet niet hoe ik het uitspreek. El Lucci. Zo noem ik hem altijd ook in de wedstrijd. 1-1. Prima assist van Ambrose. Prima uitgespeeld. Moet hier maar eens kijken. Prima. Huppa hakje. Heerlijk afgemaakt. 1-1. Terug in de wedstrijd. Op naar die 3 punten in deze tournament. En ja, Ambrose laat zich toch wel zien in de eerste wedstrijd. Achjepong, joh, jij bent snel, kom op. Prima, heerlijk meegenomen. Thomas Achjepong, doe maar actie. Oh, wacht, dat kan je niet. Jammer. Ambrose hier, prima afgekapt. Vloed, meegeven. Vloed schieten. Redding van de keeper. Vloed in tweede instantie. Oh, grote kansen, grote kansen. We krijgen onze kansen. En ik vind het fijn spelen, we gaan weer wisselen. 60ste minuut en in de 60ste minuut. En Lucci is redelijk moe. Het gaat eruit voor Stans. Ik denk dat we Sprangers erin brengen voor Ambrose. En dan wil ik nog Karel Metz op het middenveld voor Verschuren en doe het zo. Want Metz wil ik ook gewoon, hij kan geen middenveld op FIFA, maar ik wil hem wel als centraal verdediger, middenvelder of verdediger gewoon gaan gebruiken. Dus hij moet overal kunnen spelen. De tweede grote kans van Luzerin was slecht verdedigd. Menno Koch krijgt geel, of wie is dat? Mari. Pablo Mari. Ik dacht dat Menno Koch het was die de overtreding maakt. Blijkbaar niet. We moeten nog eventjes volhouden. De wissels zijn erin gekomen. Proberen nu een doelpunt te scoren. En gewoon met 3 punten de eerste wedstrijd in het toernooi gewoon winnen. Prima weg, scheid. Gele kaart, hè? Veelbelovende aanvaller uithalen. Oké, daar niet. Wij krijgen wel geel. Had ook terecht was, hoor. Daar niet van, maar prima, Achjepong. Oh, wat een beest is dit. Hij speelt zo fijn, hè? Sinds hij is ingevallen. Ik ga goed terugleggen. Daar is. Dat was de kans op de 2-1. Sprangers schuift hem naast. 1-1. 1 punt in de eerste wedstrijd. Niet waar we op hoopten. Maar in ieder geval, we spelen goed. De kansen weten af te maken. Ambrose speelt goed. El Lucci was naar mijn mening ook een van de betere. Hij is ook de man of the match geworden en terecht. Achjepong speelde ook een uitstekende invalbeurt. Prima. Ik weet gewoon wie ik op het oog moet houden. En ik weet gewoon, na dit toernooi ga ik weten wat de officiële basisopstelling is van mijn NAC-team. Kees Luijks. Hij is 67. Dat is niet goed genoeg naar mijn mening. Dus het heeft geen zin om hem te halen. Dus we gaan hem ook niet halen. Ik ga wel alle dingen even deleten. Nyholt. Pek Zwolle heeft interesse in Nyholt. Nyholt gebruiken wij toch niet. Dus we gaan in onderhandeling, jongens. Jullie gaan nu zien hoe dit eruit ziet. Daarna ga ik de opname stoppen. Want we zijn al een tijdje bezig. En ik wil snel ook de tweede aflevering opnemen. Met inbreng van jullie. Dus laten we beginnen. Ja, daar gaan we skippen zo. We gaan een nieuw transfer voorstellen. Wij willen daar 7,5 ton voor Nyholt naar PEC. Ik weet niet of ze gaan accepteren. We gaan bot indienen. Misschien is het veel. Ja, dit. En dan gaan we kijken. 600 willen ze voor Nyholt. Je hoort misschien de PlayStation nu heel hard. Nou, dat maakt verder niet uit. Ze willen 600. Dat wil ik niet. Ik wil er iets meer voor hebben. Dus we gaan 650 doen. Als we dat ervoor kunnen krijgen, dat zou ik prima vinden, want Nyholt ga ik niet gebruiken. En als ze toch wel geld voor kunnen vangen voor de jeugd of voor andere spelers. Dus jullie kunnen we spelers achterlaten, zeker ook doen. Ook die like achterlaten. Ja, oké. Hij is waarschijnlijk weg. Nu moet hij alleen nog accepteren met de club. Komt hij er niet uit, dan niet. Brussel is uitgeleend. Deze laten we nog even staan. Deze kunnen we wegdoen. Zo, even cleanen. Gesprekken mag wat vragen, Rommens. Jij krijgt nog wel een keer kans.
Deze gaan we trouwens met het wisselteam spelen. Want dan gaan we daar gewoon spelers kijken hoe goed ze zijn. Nijholt gaan we eruit halen, want die wordt misschien verkocht. Dat is voor de volgende aflevering. Ik ga naar het eerste team selectiescherm. Kunnen we de... Ik weet niet hoeveel likes ik moet vragen. Kunnen we de 200 likes halen? Of 200, meer dan 200 likes, dat is super tof zijn. Dus druk op die like button. Abonneer als je niet hebt gedaan. Als je nieuw bent ook. Wil je meer NAC zien? Ik ga zoveel mogelijk opnemen. Dus binnenkort komt NAC weer. Ik kan hem wel laten zien, maar ik weet toch niet wat ik doe. In ieder geval, like, abonneer, reageer. En ja, tot de volgende keer. Later mensen.